Oké, is die lul nog hier? Take that as a no. Oké, snel die slik. Fuck nee, fuck nee. You're part of the family now. Goed zo, sloop jij maar de boel. How am I gonna replace this? Goed zo, loop jij lekker die kant op. Dan ga ik snel die. Hij heeft die echte boel helemaal natief is geslagen. Hij is een fucking boos dat ik elke keer wegkom. Oh nee! Geen herrie maken! Ik ben niet op die plek waar al die herrie vandaan komt. Holy shit. Is hij nog steeds daar? Even in de pussykamer. Even dicht die deur. Nee, dicht die deur. Dicht! Ah, ik schijt hem nu zo hard. Ik zag hier trouwens de vorige keer nog iets. Hier, nog zo'n pop. Ik ga lekker door deze gang. Het is goed met die ouwe. Als die naar die klok gaat waar die herrie vandaan komt, dan ben ik daar in ieder geval niet. Dan zit ik hier zo in ieder geval beneden. En kan hier nog eventjes een keertje goed kijken of ik nog iets heb gemist. Want de vorige keer toen ik hier doorheen ging, had ik nogal haast. Maar zo te zien ligt hier verder niks bijzonders. Kom op, dikke, eruit klimmen. Goed zo, Ethan. Nee! Denk je even slim te zijn door even onder de grond te gaan? Zat die ouwe gewoon eens in de mainhall te chillen. Wat is dat trouwens voor ding wat hij bij zich draagt? Hij heeft die politieman gesloopt met een schep. Maar nou draagt hij geen schep. Hij draagt iets wat ik absoluut niet in mijn gezicht wil krijgen. The way out, you know. Don't worry, I'm still here. Waar? Fuck. Fuck jou, ouwe. Het is... Ik ben de Lord of Patience. Ik hou dit in rondjes rennen langer vol dan jij. I'm an old man, son. Dat weet ik. You can't take on an old man? Ja, dan doen we het ook op deze manier. Kijk, fuck. Hij is gewoon sneller dan mij. Oké, ouwe, je hebt erom gevraagd. Ik ga je naar de klote schieten. Het is goed met je. It only ends one way. Fuck you. En nou ga ik hier heel snel die dingen doen die ik moet doen. Voordat hij wakker wordt. Zo. Dat is weer wat inventory space. Nou, heel snel dat adelaar ding in dat ding houden. Blijf jij maar lekker liggen daar. Opschiet Dries. Snel dit ding. Je kan hier toch wel een adelaar van maken, hoop ik. Het lijkt nu meer op een vliegtuig. Ga maar alsjeblieft zeggen dat dit het juiste ding is. Want anders weet ik even niet meer waar ik heen moet. Schiet op balhaar, straks wordt die dikke wakker en dan ben je fucking lul. Ja? Ja?
Yes. Nice. Who builds this shit? Geen vraag stellen, Ethan. Hup. Schuif je dikke reet door die gleuf heen. Dat klopt trouwens wel heel erg fout. Oeh. Nou hoop ik alleen dat die dikke hier niet doorheen past met zijn dikke bierbuik. Oké, wat vinden we hier? Nog een wietplant. En ze douwen die wietplanten gewoon in het plantenbak. Holy shit, mensen zijn fucking gek. Handgun ammo. What the fuck was dat voor herrie? Geit echt. Ik heb echt regenboogdiarree nu. Wat is dit? Campfluid. En die ouwe heeft dus ook rosébier. En ook dat heeft hij allemaal zelf opgezopen, die lul. Deze deur is dicht. En ik zie hier een kraai. Staat dat dan ook op de kaart? Ja, dat staat ook op de kaart. Oké, okay, mooi. Dan hoeven we dat niet te onthouden. Dat kunnen we dan gewoon laten terugkijken. Wat is dit dan? Ecstasy pillen? Nog meer drugs? Temporarily sharpens the senses, making item detection easier. Dat klinkt eigenlijk best wel grappig. Zal ik die shit gewoon nu inslikken? Ja, ik wacht even ermee. Allemaal handig voor als ik een keer vast kom te zitten in het spel. Dat is nog gelukkig nog niet gebeurd. Nog meer handgun ammo. Heb ik verder hier alles geloot? Volgens mij wel. Dan gaan we nu naar de volgende kamer. Nog iets in de play. Ik heb al vaker dingen in de play gevonden. Drugsnaalden, muntjes ook. Het is misschien wel een ranzig KW, maar het levert wel wat op soms. Wat kan ik hier vinden? Nog zo'n kistje. Die vond ik ook ergens boven. Maar daar heb ik dan waarschijnlijk zo'n kistensleuteltje voor nodig. Wat is dit? Er zit ook een hele disturbing fotootje op de achterkant, of een sticker. Dit briefje, dat neem ik niet mee. In mijn files. Dus of het is niet zo belangrijk, of ik moet gewoon dan terug om te kijken. Nou ja, whatever. Looks like a kid drew it. Oké dan. Wat zit hierin? Niks. Er zijn denk ik nog meer foto's van al die 20 vermiste mensen en zo. Dit is fucking nasty. Leg me gauw terug. Wat is dat? Gunpowder? Meekomen. En hier vind ik nog zo'n kwartje. Ook meekomen. Heb ik dan verder hier alles geloot? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik hier alles geloot. We gaan verder naar de volgende kamer. Deze ruimte ziet er heel disturbing uit. Fucking nasty. What the? Holy shit. Holy shit. Fuck's sake. Ik hou deze blaffer gewoon bij me, want dat ding kwam gewoon uit de muur getiefd. Gadverdamme, dit is echt nasty shit hier.
houden ons pistooltje gewoon bij ons. Straks komt er nog eentje uit de muur gezet. What the fuck? Een ouwe die loopt te schilderen. Nou weet je, we gaan maar geen schilderij bekijken. Want we maken toch geen sens in het spookhuis. Dit is weer zo'n deur met zo'n schorpioen erop. Ik had al gezegd dat die ene mijn lievelingsdeur is, maar daar hebben we dus nog een lievelingsdeur. Maar deze die hierachter zit gewoon de main hall. Dus deze, als we hier later heen kunnen, dan functioneert het gewoon als een shortcut, denk ik. Dat vind ik op zich wel fijn. Ik wil niet nog een keer door die ranzige kleren zo heen. En dan kunnen we hier naar beneden. Dat ziet er wel heel erg, dat is geloof ik dan de kelder, denk ik. En we kunnen hierheen. Ik ga wel eerst hierheen. En we hebben goed gegokt, want dit is geloof ik weer zo'n safe room. Fucking nice. Oh yes. Oeh, dan kunnen we weer heel even chillen. Ik was hem aan het scheiden, dat wil je niet weten. We kunnen nog dingen wegdouwen. Ik doe deze wel even weg. En die munt die gaat er natuurlijk in. En die camp fluids die stekken niet, dus daar gaan we gewoon nu even wat van bouwen. Ik gebruik er eentje voor ammo. En ik gebruik er eentje voor nog een Jägermeister. Ja, gewoon doen. Oké, en de rest nemen we dan gewoon mee. Zit hier nog iets in? Nee, verder zit hier niks in. Oké. Dan is er inderdaad nog maar één plek waar we nog naartoe kunnen. En dat is daar naar beneden. En dat zal wel de kelder zijn. Ik heb geen kaart van die plek. Dus dat wordt spannend. Maar goed. Here we go.